In de hoofdklasse van het amateurvoetbal speelde afgelopen zaterdag PKC 83 tegen koploper Harkemase Boys. Door een defecte camera hebben we helaas alleen beelden van de tweede helft van PKC 83 tegen Harkemase Boys. De stand is 1-0 voor Harkemase Boys toen Oebele Schokker al in de eerste minuut profiteerde van een blunder in de PKC-defensie. Stemming bij Harkemase Boys is op het best, want de eerste periodetitel is door deze stand bijna binnen. Harkemase Boys gaat meteen op jacht naar de tweede treffer. Maar dit schot van Jelmer Slager wordt gepakt door PKC-doelman Tom Eulink. Dan een corner voor PKC door René van der Wij. Paniek achterin bij Harkemase Boys en Reinder Slager kopt de bal over het eigen doel. De corner leverde niks op, maar PKC wordt na een uur spelen weer gevaarlijk. Robin Mulder tikt een ingooi door, Omar Kavak schiet in, maar het schot wordt gesmoord door Dennis Loer. En dat lijkt verdacht veel op Hens, maar de bal gaat niet op de stip. Dan begint het eenrichtingsverkeer op het doel van PKC. Jelmer Slager stoomt op, maar zijn schot wordt gestopt door Tom Eulink. Eulink speelt even later weer een hoofdrol als Slager opnieuw op avontuur gestuurd wordt. Keeper van PKC pakt de bal echter uitstekend. Dan een corner van de Friezen, genomen door Roel van der Meulen. En de bal draait zomaar op de lat en PKC ontsnapt. Dan lijkt de 2-0 er toch aan te komen. Martijn Barto geeft Oebele Schokker een unieke kans, maar die schiet veel te slap in. En nog geen halve minuut later zet Barto voor, maar Jelmer Slager komt net een teenlengte tekort. Martijn Barto probeert het dan uit een vrije trap. Maar ook dat heeft geen succes. Oebele Schokker gaat op avontuur. Maar zijn schot gaat over het PKC-doel. En dan 3 minuten voor tijd. Erdin Jeni past op Jelmer Slager. En die stelt de topscorer van Harkema, Martijn Barto, en staat de 2-0 aan te tekenen. Daarmee is de wedstrijd gespeeld. Feest bij Harkemase Boys vanwege het behalen van de eerste periodetitel in de zaterdag hoofdklasse C. PKC staat daarin nu met 8 punten uit 8 wedstrijden 11e. En Oranje Nassau pakte in dezelfde klasse de eerste punten door met 4-1 van Staphorst te winnen.